Sanne. Eigenwijs, moeilijk voor zichzelf en niet altijd makkelijk voor anderen. 2 januari kwam Sanne bij ons en vertelde dat ze ontzettend moe was en de tijd daar was om naar oma te gaan. Oma's meisje. Jarenlange bezoeken aan huisarts, psychologen en andere hulpverleners met daarbij behorende medicatie ter spijt. Een mens moet niet afhankelijk zijn van deze groep mensen. Al jaren leefde ik met de grote angst en hadden wij in eerdere gesprekken gezegd: stap niet in een auto en betrek daardoor anderen in jouw keuze. Nu was het definitief. Mijn, ons respect voor het leven met daarbij behorende dood bracht mij zover om haar te steunen. Dit mocht en kon ze niet alleen doen. Dit gaf Sanne een enorme rust en ook de kracht om dit samen tot een goed einde te brengen. Voor mij verdween ook de angst wanneer er een onbekend nummer in mijn display verscheen. Nu was er de zekerheid dat het op een rustige manier zou plaatsvinden. Had ik het tegengewerkt, dan had Sanne het alleen moeten doen. En gebeuren zou het toch. Ik ben uitbehandeld in de behandelingen die ze mij aan hebben geboden. En dat was een intensievere therapie van 3 dagen. Terwijl ik dat de afgelopen 9 jaar al gedaan heb. Wat dat betreft was ik voor mijn gevoel wel klaar daarmee. Waarom twijfel je niet? Wat maakt het dat jij zo ontzettend zeker bent van dat je dood wil? Omdat ik deze keuze gemaakt heb met mijn volle verstand. Met mijn geschiedenis, mijn verleden en mijn kijk op de toekomst. Ik moet het zelf doen en ik ben degene die hier 24 uur per dag wakker zet. En... dat vertik ik. Ik vertik om af te takelen. Ik vertik om iemand te worden die ik niet ben. Ik probeer voor iedereen om me heen de tijd te geven om er voor hun op hun manier mee om te gaan. Maar ik wil gewoon slapen. Ik ben moe. Ik wil niet meer leven. Ik heb geen toekomstperspectief. En daar is geen twijfel meer over. Je bent niet waar? Ja, in Luxemburg. Luxemburg of Limburg? Nee. Luxemburg. Of... Nee, Luxemburg. Mm-hmm. De mooiste herinnering, dat weet ik trouwens wel. Ja, zeg dan. Die waar ik klein ben, dat je mij vasthoudt. Deze. Die? Ja, dat zeg ik. Tuurlijk. En die van de Alpe d'Huez. Toen jij... met de 4e keer boven was, toen in 2012, en dat wij toen nog aan het lopen waren. Oh, dit. Ja. Ja. Ja, neem maar deze en haak hem zelf. Die van ons? Ja. Die? Ja. Ja, toch? Die is leuk, hè? Ja. Papa's kindje. Ja. Dit is de muziek
die ik heb gekozen voor mijn uitvaart. Het eerste nummer is van Nick en Simon, Het leven van een ander. Omdat dat voor mijn gevoel heel veel omschrijft van de problemen die ik heb of ervaar. Dat je jaren bezig bent en toch het gevoel hebt dat je niet verder komt. Dat je niks hebt bereikt. En dan wordt er nog een nummer gedraaid. En die is als antwoord naar mijn vader, op zijn nummer. En dat moet een beetje een bevestiging worden of zijn. Dat hij hier goed aan heeft gedaan. En dat het gewoon tijd is om me los te laten. En dat het allemaal oké is. En ik hoop dat ik daarmee ook een stuk oordeel weg kan nemen bij de mensen die hem misschien daarop beoordelen dat hij zijn eigen kind laat gaan. Hij is de enige tot nu toe nog in mijn leven die mij al die jaren heeft meegemaakt. En als je dan na al die jaren toch nog op een bepaald punt deze beslissing kan maken en daar dus gewoon voor de volle 100% achter staat, dan is het begrip wat hij voor mij heeft net zo groot als ik dat voor hem heb. Dat hij mij laat gaan en dat ik hem achter kan laten. En daar is hij sterk genoeg voor. Hoop ik. Ben je bang voor de laatste minuten? Nee, het zal denk ik daarvoor wel lastig zijn, omdat je dan mensen om je heen gewoon zoveel pijn doet. En dat besef ook nog hebt. Ook al wil je heel graag slapen, dat besef is er gewoon. En dat voel je gewoon voor de volle 100% straks. En daar kan ik wel tegenop zien, maar ja, dat zijn wel de consequenties die ik moet dragen. En ook de gevoelens die daarbij komen. En die gevoelens zullen hun ook hebben, dus dat is voor mij maar een paar uur. En hun moeten daar de rest van hun leven mee leren omgaan of dat een plek geven. Dus dan vind ik persoonlijk dat ik ook niet mag klagen. Soms is er ook in de krant hè, van de huisartsen die moeten daar beter in opgeleid en begeleid worden met deze vraag voor euthanasie. Hè. En zolang daar nog geen concrete regels voor zijn. Nee, dat snap ik. Maar wij hebben het nog niet eens over euthanasie gehad en ze doen er al niet eens iets mee. Dus. Nee, dat is ook zo. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Hij mocht mij niks vertellen omdat hij een beroepsgeheim heeft. Omdat jij te oud bent en uitwonend. Maar dat ik gebeld heb, daar hebben ze niks mee gedaan. Nee. Vooruit, ja. Komt er maar. Pas. Ja. Geen paarstukje, hè?
Wat dan? Geen paanstukje. Denk je zelf? Ik zeg alleen maar wat. Maar ik kan me niet zeggen, hè? Oh. Nee. Hoop ik hem hier gewoon bij. He? Ik ook. Ja. Is het dan de laatste keer dat ik hier ben? Wat is met alles, hè? Nu wel, ja. 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 Wat lekker naar oma. Ja. Maar weet je zeker dat het goed komt, toch? Ja, precies. Ik zal nog een keertje het huis helemaal van top tot teen schoonmaken, zodat ze dat niet meer hoeven te doen. Om het weer netjes te krijgen, nog één keer schilderen. Zodat niemand anders dat daarna nog hoeft te doen. Maar toch voor de verkoop misschien toch iets netter staat. Denk je ook wel eens na over of er iets is na de dood? Ik heb de afgelopen dagen vooral heel erg veel nagedacht over wat hierna zou zijn. En ergens is er wel een angst dat ik dadelijk in de volgende hel terechtkom. Met gevoel. En dat ik verga van een schuldgevoel. Maar ik weet ook dat ik naar mijn oma ga. En die zal mij dan alsnog de rust geven die ik nodig heb. Is er iets dat iemand kan doen om jou op een andere gedachte te brengen? Nee, dat sowieso niet. Ik heb nog nergens door geen enkel voorval, door geen enkel persoon twijfels gehad, ook niet door mezelf. Ondanks wat jullie gezegd hebben, ondanks wat mijn vader gezegd heeft, ondanks wat mijn familie zegt, ondanks wat vrienden zeggen. Dit is mijn keus, daar sta ik achter, die heb ik gemaakt. En daar voel ik me goed bij en daar leef ik naar uit.
het moment ben ik vooral dankbaar. Als ik dat zie. Voor alles wat ik heb meegemaakt. En alle mensen om me heen. Maar dan heb ik echt wel een mooi leven gehad. En dat zal iedereen dan toch als, hoop ik, zien en gewoon dat onthouden in plaats van het negatieve. Ons was bekend wanneer het einde daar was en we hebben samen hier naartoe kunnen werken. Veel heb ik gehuild, maar Sanne heeft nu haar rust. 2 januari vroeg ze ook of ik wist waarom ze toch 27 was geworden. Haar antwoord, dat komt door jou.